ons ticket uit de pandemie? Zeker niet. Want kijk, het is nog steeds de kans dat je in het ziekenhuis komt is nog relatief groot. Die is wel wat kleiner geworden. Maar als heel snel heel veel mensen besmet raken, dan betekent het toch, zoals ik net al zei, dat we een probleem houden. Dus ik denk dat het niet een ticket eruit is. Het is wel zo dat mensen minder ziek worden. Dus dat veel meer mensen in contact met het virus komen. Mm-hmm. En dat zal op den duur zal je toch een situatie krijgen waar het zich stabiliseert. En dan krijg je een situatie hopelijk die net... Ja, dat is de grote vraag. Nou, wanneer gaat dat gebeuren? Maar mijn voorspelling is dat je uiteindelijk toch een beetje een influenza-achtige situatie gaat krijgen, waarbij dat virus toch minder kwaad doet, omdat er uiteindelijk toch meer immuniteit in de bevolking is. Want de pandemie vlakt altijd af, toch? Ja, maar de pandemie is altijd een influenza-pandemie geweest. Ja. We denken dat er in het verleden ook wel coronapandemieën zijn geweest en dat daar overblijfselen nog van zijn als virussen die gewoon verkoudheidvirussen zijn. Dat klinkt wat ingewikkeld, maar mijn voorspelling is dat op de wat langere termijn dit virus ook uiteindelijk een verkoudheidvirus gaat worden, maar de vraag is natuurlijk hoe lang gaat dat duren. Ja. En wat we nu zien gebeuren in feite, dat virus meer mensen gaat besmetten op zich, waarvan er minder ziek worden, dat is op zich... Je kunt niet iets van het...